Hallo iedereen, welkom of welkom terug op mijn YouTube kanaal. Ik ga vandaag een video maken over Katrina en misschien hebben jullie die wel eens gezien. Die kun je ontgrendelen, zeg maar, op Harvey's eiland. In eerdere spellen was ze ook al aanwezig als een waarzegster en voorspelde ze je toekomst en een beetje of je geluk had, ja of nee. En daar zitten een aantal voordelen aan en ook een aantal nadelen aan. En ja, ik heb het idee dat weinig mensen precies weten wat Katrina doet in dit spel. Veel mensen zeggen dat het onzin is, dat je beter niet je klingels eraan uit kunt geven, maar dat is niet waar. Er zijn best wel wat voordelen aan het gebruik maken van Katrina en het kan ook iedere keer weer verschillen. Dus nou ja, het hangt er een beetje vanaf waar je naar op zoek bent natuurlijk. Maar het is in ieder geval niet zo dat haar voorspellingen helemaal niks doen of dat het zonde is van je geld. Je hebt er bijna altijd wel wat aan. Eerst is het belangrijk om te weten, je kunt Katrina pas krijgen als je 3 sterren op je eiland hebt. En dan krijg je een brief van Harvey in je brievenbus. En die zegt, kom naar mijn eiland. En daar heeft hij dan een project. Dat project betekent dat op zijn eiland een soort van pleintje is gekomen. En die is hier als je de poort doorkomt. En dan ja, is hier een soort van festivalterrein idee. En dan zijn er allemaal plekken die je kunt ontgrendelen. En één daarvan is dus Katrina. Je moet er voor 100.000 klingels ontgrendelen, wat heel veel geld is. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk. Het ziet er ook ongezellig uit als het niet ontgrendeld is, want dan staat hier zo'n leeg dingetje. Dus goed, we gaan eventjes met haar praten en een voorspelling laten doen. En als je met haar praat, dan is ze niet heel erg duidelijk, maar ze zegt wel voor 1000 klingels kun je 2 keuzes maken. Heb ik geluk vandaag of wat vinden ze van mij? Wat vinden ze van mij gaat over je vriendschappen met je bewoners en heb ik geluk vandaag, dat daarmee kan je ja, voordelen krijgen. Ik zal vertellen wat er gebeurt als je over je vriendschap praat. Ik kies even eentje uit waar ik nog niet zo'n goede vriendschap mee heb, zoals Fred, want die is nog maar net op mijn eiland komen wonen en ik heb nog niet zo heel veel met hem gedaan. Dus mijn vriendschap met hem is nog niet super goed. En dat gaat ze waarschijnlijk ook vertellen, want er zijn eigenlijk een beetje 2 opties. Of je bent al beste vrienden, of je bent nog geen beste vrienden. En afhankelijk daarvan biedt zij je net een andere voorspelling aan. Dus ik ga even laten zien wat ze ook zegt als je nog geen beste vrienden bent. Dat blijkt ook al wel een beetje uit haar woorden die ze zegt. Even kijken, eerst zegt ze gewoon dat ze iets doorkrijgt. Ze heeft het hier bijvoorbeeld over mijn kennis, Fred. En dat is niet iets wat ze zegt als je al beste vrienden bent. Dus daaruit kun je eigenlijk al zien dat ze, dat je nog niet een goede band met hem hebt. Of met wie dan ook, je eigen bewoner. Even kijken. Nou, dan is de voorspelling voorbij. En de conclusie is dat we nog niet echt hele goede vrienden zijn. En je kunt een bepaalde vriendschaps... hoe noemt ze dat nou? Een vriendschapszegen kan je uitspreken voor 10.000 klingels. Wat ook weer best wel veel is. Maar het heeft wel nut aangezien ze dan gewoon je vriendschap gaat versterken. Dus als je bijvoorbeeld moeite hebt met het opbouwen van een vriendschap, of het gaat je te langzaam, of nou ja, je weet niet, misschien heb je een aantal keer onaardig tegen iemand gedaan, ik weet niet precies. Dan kun je de vriendschap met iemand verbeteren voor 10.000 klingels. Misschien helpt het je ook wel om aan de foto te komen, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar sowieso gaat het dan natuurlijk sneller. Ook is het misschien handig om dit te doen met bewoners die je eigenlijk helemaal niet op je eiland wil. Want hoe hoger de vriendschap, hoe groter de kans is dat iemand ook wil gaan verhuizen. Dus misschien is het een onderdeel van hoe je iemand van je eiland afkrijgt. Persoonlijk heb ik er dan wel 10.000 klingels voor over. Maar goed. Ik zal ook nog even laten zien wat er gebeurt als je iemand aanklikt waar je juist weer wel een hele goede band mee hebt. Dan kies ik even voor Deidre, want nou ja, daar heb ik denk ik de beste vriendschap mee. En dan zegt ze zoiets als dit. Ze zegt gewoon iets positiefs en ze heeft het over onze vriendschap samen. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vind om te lezen, maar het is wel iedere keer hetzelfde. Dus dat vind ik wel jammer. Ik had gehoopt dat het ook echt een beetje meer persoonlijk was of zo. Maar goed, dan weet je in ieder geval dat je beste vrienden bent met iemand. En ja, verder heb je hier helemaal niks aan, maar wel iets met de kennis misschien.
Ook is het goed om te zeggen dat je iedere voorspelling maar één keer per dag kan doen. Dus je kunt één keer per dag een vriendschap verbeteren en één keer per dag kun je je geluk laten voorspellen. En als je je geluk laat voorspellen, dan heeft dat echt de hele dag effect. En het zou echt heel erg zonde zijn als je bijvoorbeeld geluk hebt met juist extra veel geld krijgen uit stenen en dat je dan die stenen al hebt geslagen. Dus als je naar Katrina gaat, doe dat dan aan het begin van je dag, zodat je extra veel plezier hebt van de voordelen die ze aan jou kan geven. Want anders vind ik het echt heel erg zonde en nou ja, dat zou jammer zijn. Dus doe dit gewoon als eerste ritueeltje, zeg maar, van je dag. En als je dus je geluk wil laten voorspellen, dan kun je kiezen voor de andere optie dan de vriendschap. Of als je het vriendschap al hebt gedaan, dan kun je zeggen, ja, meer, meer. En dan moet je nog een keer 1000 klingels betalen. En dan gaat ze je geluk voorspellen van de dag. En dan gaat ze voorspellen of je wel of niet geluk zal hebben daarin. En er zijn daar een heleboel verschillende uitkomsten. En ik zal eventjes rustig alle opties met jullie doorlopen. En kijken wat ze precies zegt en wat het precies betekent. Nou, ze gaat eerst weer de riedeltje doen van de mooie spreuk. Wat ik trouwens heel erg leuk vind. Ik word hier op zich wel heel erg blij voorspellingen. En ik ben benieuwd over welke categorie ze het gaat hebben. En ze krijgt iets door. Twee zussen. Oké. Ik ga eventjes door het gesprekje gewoon een beetje doorlopen. Dit maakt op zich niet uit. Het gaat niet per se om wat ze zegt. Precies, je hoeft het niet te onthouden of zo. Het gaat over dit wat ze zegt. Als ze zegt, ik voorspel je voorspoed in voorwerpen. Dan is dat de categorie waarover haar voorspelling gaat. En je hebt meerdere categorieën. En ik zal gewoon uitleggen wat dat allemaal betekent. En wat voorspoed in voorwerpen betekent, is dat er grotere kans is dat bewoners je dingen verkopen of geven. En dat er meer schelpen op het strand zijn. Maar je hebt het meeste aan dat je gereedschap niet kapot gaat. Wat echt super handig is als je van plan bent om een dag echt te bouwen aan je eiland en zo. En je hebt altijd zeldzame eilanden als je bijvoorbeeld met Captain of met een Chinook Miles ticket naar een eiland toe gaat. En daartegenover staat dus de tegenspoed in de voorwerpen. En dat is dus eigenlijk alles, maar dan niet. Dus kleinere kans dat je dingen krijgt, minder schelpen. Je gereedschap gaat sneller kapot. En er zijn geen zeldzame eilanden die je kunt bezoeken. Dus dit is niet echt leuk. Mocht je dit helemaal niet willen of je bent nu een beetje bang geworden om Katrina te gebruiken omdat je bang bent voor de tegenspoed, geen zorgen. Je kunt zorgen dat de tegenspoed niet gaat gebeuren. Ik zal je later in de video uitleggen hoe dat gaat. Het is de volgende dag. Ik ga nog een voorspelling laten doen door Katrina. En hopelijk is het dit keer een andere categorie, zodat ik meer kan uitleggen over de verschillende categorieën. Deze zal anders zijn, denk ik. Een gelukkig leven. Fris en uitgerust ontwaak ik. Nou, wie wil dat nou niet? Oké, voorspoed in de gezondheid hebben we voorspeld gekregen. Dat is dus weer een andere categorie. En ik zal ook uitleggen wat dat dan voor invloed heeft. Voorspoed in de gezondheid heeft maar één effect. En dat is namelijk als je voedsel eet, krijg je 2 keer meer kracht dan normaal. Dus als je iets te eten neemt, zoals een van de recepten of gewoon iets stukje fruit, dan zie je hier dat je van 1 peer krijg ik nu 2 van die krachtpunten. Dus linksbovenin zie je echt een 2'tje in plaats van dat je normaal een 1 zou krijgen per fruit. Dus als je van plan bent heel erg veel bomen te gaan verplaatsen of zo, dan komt dit heel goed van pas. Ook hier is er weer een tegenspoed variant waarin ze dus zegt dat je ongeluk gaat hebben met deze categorie. En dat betekent dat je dus juist 2 peren moet eten om 1 punt omhoog te gaan. Dus zeg maar het is dus gehalveerd van normaal. En ook is het een kans dat je omvalt tijdens het rennen, wat ik persoonlijk behoorlijk grappig vind. Dus ik weet niet, ik denk dat ik dit niet heel erg zou vinden als ik deze zou krijgen. Ik zou het wel grappig vinden, want hoe vaak eet je nou sowieso al die peren en zo voor kracht? Dat gebeurt bij mij niet zo heel erg vaak. We gaan een volgende voorspelling doen en ik ben heel erg benieuwd waar ze dit keer over gaat praten. Er zijn dus nog een aantal andere categorieën die we nog niet gehad hebben. En ik ben benieuwd of ik nu weer dezelfde krijg of juist een nieuwe. Het klinkt als een nieuwe. Misschien wel iets met vrienden of zo. Voorspoed in de vriendschap, inderdaad.
Voorspoed met vriendschap houdt in dat er een willekeurige bewoner is waarbij je plus 1 vriendschap omhoog gaat. En je hebt wat meer kans dat bewoners je een cadeau geven. Dus dat is altijd mooi meegenomen voor als je ja, toch die foto's of zo wil verzamelen. En daarentegen is tegenspoed met vriendschap echt min 3 vriendschapspunten. Wat best wel heel erg veel is. Dus dat wil je echt niet. Ik ben alweer bij de volgende dag en de volgende voorspelling die gaat over klingels. Ik denk dat dit voorspoed betekent, want het klinkt allemaal wel erg positief. Hoop ik tenminste. Even kijken. Voorspoed in de klingels inderdaad. Als je deze hebt, dan krijg je meer klingels van een aantal dingen, zoals de geldsteen waar je sowieso al klingels uit krijgt, maar er komen er gewoon meer klingels uit. En ook heb je meer kans dat er muntjes uit bomen komen vallen en dat je nou, geld hebt uit ballonnen. Dat zijn dus alleen de gele, hè? Want anders zit er geen geld in. En uit de gloeiende plek, zo heb ik het maar even genoemd, dat is dat lichtgevende stukje in de grond, waar je sowieso altijd wel 1000 klingels uit krijgt, maar nu krijg je er dus 5000 klingels van. Dus deze is wel echt nuttig, ook als je een beetje tijd wil besteden aan dit soort dingen dan ook echt vinden op je eiland, zeg maar. En daartegenover staat echt exact hetzelfde, maar dan juist minder. Dus dan krijg je minder klingels van normaal al die dingen. En ook is er met de tegenspoed van klingels geen geldeiland beschikbaar. Dus als jij een reis maakt met de Nookmiles tickets, dan krijg je geen geldeiland. En dat is altijd ook wel jammer. En dat waren de verschillende categorieën. Je hebt dus de categorie voorwerpen, klingels, vriendschap en gezondheid. Die heb ik allemaal laten zien en verteld. Maar ik wilde nog even laten zien wat er gebeurt als je een negatieve voorspelling krijgt. En in dit geval gaat die over vriendschap. En daar waar er plus 1 vriendschapspunt bij komt als je een positieve krijgt, krijg je bij de negatieve echt min 3 vriendschapspunten. En ik vind dat heel erg jammer. Ik zou bij niet alles misschien de moeite waard vinden om hem positief te maken. Maar in dit geval wel, want ik vind het echt heel erg jammer als mijn vriendschap op deze manier naar beneden gaat. Want mijn bewoners zijn echt mijn vrienden. Dus het is echt niet leuk als het dan zo omlaag gaat. Dus ze komt vanzelf met een aanbod om je te zuiveren, het ding te zuiveren. Ik weet eerlijk gezegd niet of je dan, het is 10.000 klingels, wat trouwens best wel veel is. Maar ik weet dus niet of je dan alleen het neutraliseert of dat je dan ook echt het omkeert naar geluk. Ik heb het idee dat het alleen geneutraliseerd wordt, maar goed. In sommige gevallen is dat zeker wel de 10.000 klingels waard. Zeker als je nog echt van plan bent om allerlei dingen te gaan doen op je eiland en zo. En ook krijg je een cadeautje van haar als je dit hebt gedaan. Dus als je die zuiveringsritueel hebt gedaan, dan krijg je de volgende dag een cadeautje thuis gestuurd. En dat is ook natuurlijk altijd mooi meegenomen. En dit was alle informatie die ik jullie kon geven over Katrina. Ik hoop dat jullie hiermee geholpen zijn. Dat ik jullie dingen heb verteld die je misschien nog niet wist. En dat je misschien geïnspireerd bent geraakt om Katrina ook echt te gaan gebruiken. Als een soort van dagelijkse routine. Ik denk dat het heel erg nuttig kan zijn als je echt actief op het spel gaat bezig zijn die dag. En dan kan je er echt wel heel erg veel voordeel uit halen. Niet uit alle voorspellingen natuurlijk, maar goed. Ik heb net al precies uitgelegd dus wat de nadelen zijn. Dus ik hoef het niet nog een keer te herhalen. Jullie weten inmiddels precies hoe het zit. Vond je de video leuk? Like hem dan. En abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!